Super Mario Bros. Wonder is nog niet eens afgelopen. Of we hebben alweer een nieuwe Mario game. Super Mario RPG. En ook hier wordt Peach weer ontvoerd door Bowser. Gaan wij richting het kasteel van Peach? Wij rennen erachteraan. Gaan in gevecht met Bowser. Maar worden dan keihard weggeblazen terug richting Mario's huis. We moeten de hulp inschakelen van de Toad-gouverneur. Veel plezier bij de eerste aflevering van Super Mario RPG. Daar gaan we alweer. En daar is Prinses Peach in een bloemenveldje met mooi. Je vlindertjes. Oh, hoor die muziek. Het voelt alweer helemaal Mario. Het voelt alweer helemaal Peachy. Maar natuurlijk komt hij er weer hoor. Zoals altijd. Bowser. Die wil Prinses Peach stelen. Ja, en het is nog gelukt ook. Potverdorie. Daar gaan ze. Maar, dit is Mario's huis. En Mario wordt boos. En het is wel echt een mini Mariootje. Ja, dit is denk ik het kasteel van Bowser. Ja, daar komt hij aan hoor. Met Peach. Kijk, Peach is aan het zwaaien naar Mario. Mario, doei, ik ga met Bowser mee. Mario staat voor de deur. Nee, die gaat even aankloppen hier. Dit is niet oké, Bowser. Oh, oké. Zonder aan te kloppen gaat de deur al open van Bowser's kasteeltje. Pikachu is ook weer aan het donderschokken. Of zou het een Zapdos zijn? Deze game schijnt echt een heel goed verhaal te hebben. Als je Paper Mario vet vond, dan ga je dit vast ook vet vinden. Kijk, daar zijn al de enemies hoor. En ga Koopa wachten op zijn belly slaan. Zo, dat ging makkelijk. We hebben een sterke Mario. Kom maar jongens, ik pak jullie allemaal. Aanvallen die handen op. Bam! Daarmee kregen we EP en munten. Waarschijnlijk kunnen we dan steeds een leveltje hoger worden. Kijk, daar zijn er twee. Oh, en die zien mij. Die komen eraan. Komen jullie mij slaan? Stamp je vijanden plat. Druk op A vlak voordat je ze raakt. Kan ik dan op hun allebei springen? Of spring ik dan op één? Nee, dan spring ik op één. Aanvallen! Lekker Mariootje. We gaan door deze deur. In het kasteel van Bowser. Oh my gosh, dit ziet er cool uit jongens. Als jij dit er ook vet uit vindt zien en zin hebt in Super Mario RPG. Druk snel het duimpje omhoog. En abonneer voor de hele serie. Oké, we gaan door deze deur. Oké, hier zitten allemaal spijkers aan de zijkant. Of wat is het? Stekels. Daar is de troon. Van Bowser. Oh, ik zie Peach daar. Die hangt hier aan het lampje. Oh nee, die hangt helemaal niet aan het lampje. Die hangt aan een touwtje. Ja, daar ken je niet bij, vriend. Je had Luigi mee moeten nemen. Oh, daar kunnen we zeker wel bij. Mario kan hoog springen en we gaan vechten op lampen. Mario, je laatste uur heeft geslagen. Ja, maar niet als ik mijn special op jouw bakkes doe, jongen. Oké. Niet mij zo hard slaan, hè. Ik ga nog een keer mijn special op jouw bakkes doen. Dat doen we gewoon. Hoppakee. Stop, Bowser. Oh, ik kan ook afweren. Zag je dat? Ik weerde af. Nog een keer. Kijk, dit is wel lekker, jongen. We hebben hem flink aan het klappen. Mario, de ketting valt de ketting aan. Oké, is goed. Dat is beter misschien. Noem je dat een aanval? Laat me niet lachen, zegt Bowser. Oké, ik val gewoon de ketting aan, vriend. Hier. Oh, kijk, daar gaat hij. Wat was dat voor geluid? Oh, nee. Een kettingreactie. Even doorbijt de kettingje. Mijn leven hangt aan jouw zijde draadje. Wat je ook doet, niet loslaten. Doei, Bowser. Oh, hij gooit nog even een hamer naar me toe. Oh nee. Oh nee, daar gaan we. Nu ga ik eraan. Nog een hamer. Hé, heb je hulp van Meta Knight? Nee, van die van Kirby. Oh, wacht even. Maar zo hoog leek het helemaal niet. Ik bedoel de King DDD trouwens. Gaan we nu echt zo vechten hier in de lucht? Je zit me altijd weer dwars. Maar nu is het genoeg. Ik zal je een lesje leren, Mario. Drommels, alweer gedwarsboomd. We zijn ook even bij Bassie en Adriaan beland. Spring je weer omhoog, Mario? Lekker bezig. Peach was zo ongerust. Laten we snel gaan. Ja, is goed. Ik moet je nog wel even zien te bevrijden. Wat gebeurt er nou, hè, jongen? Gaat het kasteel kapot? Wat is dit? Wat is er gaande? Is dit een speciale ster daarboven? Of een speciale maan? Wat is dit? Wiens ster is dit? Oh, een van de gigantische zwaard. Met een schorpioen lijkt het wel erop als handvat. Oh, daar gaan weer 6 sterren er vandoor. Oh my gosh. Zijn we het kasteel kapot aan het maken of zijn we het kasteel extra aan het beveiligen? Wat is dit? Waar komen al die vallende sterren vandaan? Anyway, Super Mario RPG is officieel begonnen. En daar vliegt Mario. En daar is Toad. Die staat een beetje voor Mario House te chillen. Ja, ik kom weer. Ik ben er weer. Zo, hoppakee. Precies in de buis. Lekker. Toad? Rustig. Moet mijn deur nou ook nog kapot? Potverdorie. Oh, ik hang aan de kapstok. De meeste mensen gebruiken de deur om naar binnen te gaan, zegt Toad. Maar goed, ik kom alleen even langs om Princess Peach te halen. Ze is een beetje laat.
Ja, ik denk dat Princess Peach niet meer komt. Ruk jezelf van dat kapstokkie. Lekker, Mario. Oké, kan ik slapen? Nee, kan ik hier iets pakken? Oh, kan het liggen? Oh, wow, ik kan wel slapen. Zo, hoppakee. Snottebel uit mijn neus. Snottebel klapt in mijn neus. Toad, ik denk dat Peach niet komt vandaag. Ik dacht opeens dat Peach bij jou was, Mario. Ik zie haar alleen nergens. Waar is ze precies? Mario, waarom ben je zo stil? Is er iets wat je niet durft te zeggen? Het is Bowser weer zeker, zucht. Het is altijd hetzelfde liedje met hem. Mario, kun je de prinses alsjeblieft redden? Voor de zoveelste keer. Ja hoor, daar gaan we weer. Is goed. Mario, ik ben nog iets belangrijks vergeten. Als je buiten Westen wordt geslagen, kom je weer bij op het laatste punt waar je hebt opgeslagen. Ik weet niet waarom ik een soort van Amerikaans nerd accent geef. Bij deze is Toad omgetoverd tot Amerikaanse nerd. Oh ja, in je avontuur wordt automatisch opgeslagen. Als je van het ene naar het andere gebied gaat. Omdat je voortgaan zo vaak wordt opgeslagen, is het ook niet ergens een keertje tegenzicht. Oh ja, dankjewel. Top, top idee. Oh my gosh, we gaan gelijk wel echt weer terug naar het Bowser's kasteel. Ik bedoel, we zijn er net uitgegooid, maar gelijk teruggaan. Mario, gaan we nu weer op de deur kloppen, net als net? Nee, we gaan eerst naar boven kijken, net als net. Maar daar staat nu een gigantisch schorpioenenzwaard. Wat is dit? Halt, wie is daar? Oh, een indringer. Dit kasteel is nu in handen van de bende van Schmid. Schmid heeft grootse plannen. En die beginnen hier en nu, zonder bemoeien zoals jij. Zonder bemoeien zoals jij zou deze wereld al lang van ons zijn. Probeer dit maar eens te overbruggen. Wat ga je doen? Ik ben niet bang voor jou. Oké, je gaat de loopbrug even kapot maken. Ah, lekker dan. En hoe moet ik nou bij jou komen dan? Jongen, wat is dit nou weer, man? Durf je niet eens tegen kleine mini-Mario te vechten? Oké, ik moet nu weer terug naar Mario's huis. Oh, Toad, hallo. Jij bent snel, Truckzak. Heb je iets vergeten? Niet, wat is er dan gebeurd? Ja, huh? Hoe kan ik door de lucht lopen? Oh, ik beeld even uit wat er met die brug is gebeurd. De brug naar Bowser's kasteel is ingestort. Wat een ellende. Oké, dit moeten we zo snel mogelijk aan de gouverneur van de Paddenstoelenrijk vertellen. Kom mee, Mario. It's so good. Ik ga met jou mee. Oh, zo rustig, man. Oeps, sorry. Door die botsing ben je wat HP kwijtgeraakt. Met de specialiteit van het Paddenstoelenrijk ben je dus zo weer bovenop. Dat is een paddenstoel. Oh, wat kon Goomba daar doen, jongen? Op het paddenstoelenpad wemelt het van de monsters. Ik kan zelf maar net ontsnappen. Je moet iets doen. Oké, we gaan naar het Paddenstoelenrijk. Let's go. Wat kom jij doen? Kan ik op jouw hoofd springen? Gewoon? Heb ik dan al een voordeel als ik op jouw hoofd spring? Nee. Oké, we gaan aanvallen. Bam! Oké, dit was niet de perfecte timing, maar... Oh, dit ook niet. We moeten dus proberen om dat allemaal perfect te timen. Dan doen we extra damage. Ik denk dat dat ook de uitleg was. Van Toad die aan ons wilde geven. Wat doet die Toad daar? Daar is een Toad gevangen. Ik wil eigenlijk op jouw hoofd springen, zodat ik als eerste mag aanvallen ofzo. Maar blijkbaar werkt dat niet zo. Kijk, nu hadden we perfecte timing. Ik ga niet al deze Goomba battles trouwens in deze video's doen. Want dan worden het hele saaie video's. Hé, wat zit er in dit kistje dan? Oh, muntjes. Oh, maar er komt een paratroepa aangevlogen. Ik ga denk ik wel even op jouw hoofd springen, jongen. Hartstikke idee. Sommige elementen zijn extra effectief tegen bepaalde monsters. En als je er handig gebruik van maakt, kun je flink veel schade uitdelen. Het lijkt echt op Pokémon. Oh, zo. Lekker afgeweerd, Mario. Hoppa. Oh, dit was niet goed. Ik denk dat het echt beter is om op hun hoofd te springen. Hoppa. Ja, maar ik was dus bezig om hier muntjes uit te halen. Ja, er waren niet heel veel muntjes nu. Hey, we zijn een nieuw level. We zijn level 2 met Mario. Alles gaat lekker omhoog. Ja, ik hou van dit soort spelletjes, hoor. Kies een bonus. Kracht, HP of magie. Oeh, lastig. Ik denk dat ik gewoon voor kracht ga. Let's go. Yo, what up, Toad? Wat deed je daar? Ik heb honingsiroop gekregen. Oh, niet gelijk wegrennen. Straks word je weer gevangen genomen. Wat kan ik met honingsiroop? Herstel 10 BP. Oh, dat is nice. Als er straks paratroepas aankomen. Dude, wat kom je aangerend, jongen? Doe eens rustig, man. Doe eens even kalm. Zo, die zijn ook weer uit de weg geruimd. Maar wat ligt hier? Bloemenvoorwerpen vermogen je maximale BP. Oh, kan ik die dan gelijk gebruiken? Die moet je gewoon altijd gebruiken. Ja, nice. Kunnen we gelijk paratroepen aan gaan pakken. 1, 2, 3. Hoppa. Hé, hey, kijk daar. Daar wordt Toadje gevangen genomen. Dat gaan we niet pikken, jongen. Alsjeblieft. What up, Toad? Hé, hey, we krijgen weer bloemencapsule. Dat is nice. Ja, misschien is het ook handig om de aanvalsmagie te versterken. Als we elke keer die BP kunnen verhogen. Oké, spring nog even hier naartoe. Oh, lekker. Hij springt mis. Hoppakee. Ik heb de opwekker gekregen. Wat is de opwekker? Voorwerpen opwekker. Werkt een verslagen groepslid tot leven? Oh, oké. Dus we gaan ook nog met meerdere mensen in het teampie. Dat is lachen. Kan niet wachten om erachter te komen wie er allemaal bij ons gaan komen. Oké, we gaan door naar het volgende gebied. Hammer, bro. Zeg, wat sta je te kijken? Zoek je ruzie met mijn hammer. Toad denkt dat hij zo grijnig is. Ja, dat lijkt het wel op. Oké, boss battle, let's go. Ik ga sowieso
heel hard op een van hun hoofden springen. Kijk, dit is nice. Die is gelijk weg. Hoppakee, allemaal muntjes. Lekker, man. Oké, wat ga jij doen? Veerkracht? Ik ga ook op jouw hoofd springen, hè. Oh, die heb ik niet in één keer verslagen, want ik drukte niet op het juiste moment op de goede knop. Kan ik hem nu gewoon zo verslaan? Oeh, nee, hij is sterk. Hij is sterk. Oh, dus rustig, joh. En nu? Kan ik hem nu verslaan? Hij is echt sterk. Oké, ik moet hem niet onderschatten. Wat? Ik had echt ook op zijn hoofd gewoon moeten springen. Ik had hier niet eens moeilijk over moeten doen. Maar we hebben hem down. Ook die tweede hebben we op de normale manier verslagen. Maar die super magische aanvallen, die zijn wel heel goed. Ik heb een bloemenvaas gekregen. Wat kan ik met een bloemenvaas dan? Het paddenstoelenrijk is vlakbij. Zeg, weet je wel wat dit is? Ja, dit is een hamer. Een Hammer Bros logo. Hiermee sla je niet alleen de spijker op de kop, maar ook iedereen die in de weg staat. Kijk, we hebben een wapen. Een bloemenvaas verhoogt BP met 3. Nou, dat gaan we ook gewoon doen. Hoppakee, lekker dit zeg. Oké, maar even. Ik ga deze hamer als wapen toevoegen. Kijk, dan hebben we opeens 10 punten extra in de aanval. Oh, Mario wordt gekke aanvaller. Mario gaat iedereen slopen. We zijn bij de paddenstoelkasteel. Oh, kijk eens hoe lachen dit eruit ziet. Wow. Jij bent wel een aparte toad. Ik heb Princess Peach al een tijdje niet gezien. Bowser toch niet alweer? Ja, ik denk het wel. Is dit de voorloper van Toadette? Wat is er, Toadette? Ik moet springen? Wat is er? Ik snap niet. Toadette maakte een grapje, maar ik snap het grapje niet. Vind jij een mooie plek voor ons om te trouwen? Mijn huis. Trouwen in de Mario House. Ja, ik vind jullie huizen eigenlijk wel een stuk mooier, moet ik zeggen. Zo, heb jij paniek, vriend? Maak je maar niet druk over, Bowser. Ik weet al precies hoe ik hem aan moet pakken. Oké. Mooi dorpje wel, hoor. Oh, dit is de winkel, denk ik. Een van Kikkerius' kleinkinderen is vandaag in het dorp. Al ik hem zelf nog niet gezien. Wil je wat kopen? Nou, misschien. Kan een overal kopen. En een broek. En die broek die doet zo te zien helemaal niks. Overal wel. Die gaan we kopen. Oké, en ze kunnen schoenen kopen en een tegengif button. Gebruik sprongaanvallen op alle soorten vijanden. Oh, dan kunnen we ook die stekelvijanden verslaan. Die wil ik. Die wil ik hebben. Zijn gelijk aan het spenden. Gewoon even geld uitgeven. Oh, we gaan ook even in de kelder kijken hoor. Hallo? Waarom ben jij in de kelder, mevrouw? Kom even voor me staan. Nu wil ik je zien springen. Oh, kijk eens. Stop! Dankjewel. Overal in de wereld zitten blijkbaar onzichtbare schatten. En met de detector in kunnen we die opsporen. Oké, gelijk allemaal items. Maar ik heb nu de sprongschoenen aan. Oké, doe ik nu even de detectorring aan. Er is een onzichtbare schat hier in de buurt. Bedoelen we dan hier? In deze kamer ook? Ik denk dat ik die al gepakt heb. Dat blij muziekje trouwens. Hey, is dit ook een winkel? Oh, hier kunnen we slapen. Nee, dat hoeft niet. Ik hoef niet te slapen. Dit is de Herberg. Ik wil wel even mijn bestand opslaan. Wat is boven? Ja, de slaapkamers natuurlijk. Hey, er ligt hier iemand te maffen. Lig je lekker te snurken. Oh, hij slaapt echt niet de hele tijd hoor. Hij is gewoon een soort van wakker. Hij faked zijn slaap gewoon. Oké, tijd om het kasteel binnen te gaan. Peach! Waar ben je? Oh, er is wel een schat hier in de buurt. Ja, moet ik nou echt overal gaan springen? Dit is wel een ding hoor. In deze ruimte moet een schat zijn. Hallo. Hoe ga ik dit ooit vinden, joh? Ik heb overal gesprongen. Oh, ik heb Peach's kamer gevonden. Ja, die is niet hier inderdaad. Hallo? Prinses is nog steeds niet terug. Reken maar dat de gouverneur zich zorgen maakt. Hallo, meneer de gouverneur. Kom maar aan. Kunt u mij meer vertellen over Pintje? Meneer Mario is gearriveerd. Hallo, meneer gouverneur. Mario, wat fijn dat je er bent. We hebben een enorme knal gehoord uit de richting van Bowser's kasteel. Ik viel bijna van mijn paddenstoel. Wacht even, waar is de prinses? Ze is al uren geleden op weg naar jouw huis gegaan. Ja, ze is nooit aangekomen. Nee, Bowser die heeft haar gepikt. Gepikt van... Huh? Oh, ik deed even voor. Ik dacht even dat ik Bowser in vermomming was. Maar ik... Oké, ik schrok. Ik ga niet liegen. Jij moet Bowser's kasteel binnendringen om de prinses te redden. Ja, dat gaat niet. De brug, die is kapot gemaakt. Even uitleggen wat er allemaal gebeurde met de gebaren. Kijk, ik ging Peach proberen te vangen en toen ging de brug kapot en toen waren we gevallen en... Toen problemen. Zeg, Mario, je zorgt toch wel dat je uitrust met al die spullen die je vindt? Ja, ik weet wel hoe het werkt. Ja, ik kan uitrusting kiezen. Ja, die heb ik al. Ik heb die al gevonden. Hier. Oké, dankjewel. Auw. Ze lopen hier maar nou te duwen. Ga naar de kelder om je voor te bereiden. Oeh, daar is een schatkamer. Hallo jongens. Ik ben op zoek naar de kelder. En nog steeds naar die schat hier, die ik nergens kan vinden. Geen idee waar dat ding is. Oh nee, nee. Ik moest toch nog naar de kelder? Oh. Ah! Wie is dat? Wie zijn dit allemaal? Wat een oude dief. No. Wat is dit voor een gekke alligatordief? Oh, dat is zielig. Kom op,
Kirby, bijna Kirby. Oh, ik kan niet zo hoog springen. Ik vind het net een witte Kirby. Dat reptiel heeft de munt van mijn opa gestolen. Dat is vet zielig. Dat is echt vet zielig. En hij kijkt ook zo zielig. En hij wil niet huilen, maar hij moet huilen. En daar komen de tranen. Grote jongens horen niet te huilen. Maar het is zo oneerlijk. Als hij gaat huilen, dan begint het te regenen, denk ik. Nee, kom maar aan. Maar eerst moet ik nog naar de kelder. Want daar is namelijk de schatkamer. En we hebben toegang tot de schatkamer. Oh, we mogen ze allemaal openmaken. Oh, dat is top. Dat is een munt. Klein zijn 1 waard en de grote 10. Oh, de trillende 10. Dat was 1 van 10. Ja, hier is bloem. Die verhogen je BP'tjes. Bloemencapsules kun je wel meenemen. Deze kun je gebruiken via X om je BP aan te vullen. En nog een paddenstoeltje. Oké. Bedankt. Wat is hier trouwens? De bewaker van de schatkamer wil maar beter niet zitten lanterfanten terwijl ik hier in de logeerkamer aan het schoonmaken ben. Oké, bedankt. Oh, daar staat hel, meneertje. Ik wil jou helpen. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Ik vind het heel erg vet. Ik hoop jij ook. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en laat in de comments weten wat je van de game vindt tot nu toe. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!